Er was niemand die me over heeft gehaald om dit te doen. Nee, op een gegeven moment heb je dan, of hoop je dat je goed genoeg bent om, om de oversteek te maken. En dan denk je, nou, nu gaat het gebeuren. Ik was in eerste instantie, hier naartoe was ik echt nul nerveus. Maar gisteren begon het een beetje. En vanmorgen dacht ik nog wel, zo, wel een stukje worden. Maar ik ben wel iedere keer gewoon heel positief gebleven. Nou, dat ging lekker. Ik moet zeggen, er kwam wel een klap zeg maar, na die 10 kilometer, zeg maar 12 kilometer. Daar op een gegeven moment voelde ik wel dat het wat minder werd. Om maar even mild uit te drukken. Daar voelde ik ook mijn techniek helemaal wegglijden. Op een gegeven moment dan is het toch meer gewoon proberen de overkant te halen. Dan dat je nog echt je techniek goed kan houden eigenlijk. Eten. Nou ja, dat eten was goed. Ik moet zeggen, dat vind ik echt geweldig. Helemaal in het begin toen ik begon met trainen, eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden. Totdat ik op een gegeven moment 2,5 uur had getraind zonder te eten. En ik trillend uit het water kwam. Het eten is ook fijn omdat je iedere keer een moment hebt om naartoe te zwemmen. Je bent een half uur ben je bezig. En op een gegeven moment is het toch lekker als je ook weer even snel je eten mag pakken. Weer nieuwe kracht binnenkrijgt. Ik moet wel zeggen, ik heb eigenlijk bijna niet naar de haven gekeken. Maar het voelt wel bevrijdend. Ik kwam hier niet om een tijd eigenlijk neer te zetten. Ik kwam hier veel meer om die overtocht te maken. En dat is gelukt. En dat het daar nu rond de 6 uur is, ja, joh, dat vind ik alleen maar heel mooi. Dit filmpje is mede mogelijk gemaakt door Open Water Swimming Club. Trainingen, evenementen, zwemvakanties en webshop.